Hey dames en heren, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Minecraft video. Een minigame dit keer en zonder Enzo. Je zal wel denken, what? Maar ik had een vet goed idee voor een Minecraft challenge. En ik dacht, ik ga hem testen met Dylan. Dus als hij goed uitpakt, dan doe ik hem ook met Enzo. Jullie kennen vast allemaal wel het spel Wie ben ik? Het is het spel dat je... D? Ja, ik ben D, ja. Heel goed, heel goed. Het is een spel waar je dus moet raden wie je bent als je zo'n blaadje op je hoofd krijgt en zo. Nou, hartstikke leuk. Nou heb ik voor Dylan 3 dingen bedacht. Het kunnen mensen, dieren of voorwerpen zijn. Dat is allemaal verschillend. Dylan mag zo een kaartje pakken. En iedere keer als hij een kill maakt in Lucky Block, dan mag hij een vraag stellen die je alleen met ja en nee kan beantwoorden. Als hij voor het einde van het potje weet wie hij is, dan heeft hij gewonnen. Weet hij niet wie hij is voor het einde van het potje, dan heeft hij verloren. En daar hangt natuurlijk een consequentie aan. Namelijk, die weet jij nog niet, hè? Maar nee, die komt nu. Ja, dat hoor ik ook nu pas. Ik heb hier een heel schattig hondenkoekje van Bumper. Nee! Als jij het voor het einde van de aflevering weet te raden, dan moet ik hem opeten. Of in ieder geval een hap nemen en het proberen te eten. Als ik het niet, of als jij het niet voor elkaar krijgt, dan moet jij hem eten. Oké. Okay. Ja? Ja, nu is het nog een stress. Ja! Maar dit is leuk. Oké, okay, okay. Okay, weet je... Maar ik heb niet 1 potje, toch? Ik mag wel 2 potjes. Of 1 persoon. Niet. 1 potje. Misschien maak ik niet genoeg kills, hè? Wat als ik geen kill maak? Wat dan? Dan moet je dit eten. Ja, oké. Anyways, ik heb hier 3 kaartjes. Je mag er 1 aanwijzen. Deze. Oké, en dan ga ik nu aan de kijkers laten zien wie het is. En dan moet je even niet kijken. Oké, okay, are you ready to start this game? Nou, als ik naar die hondenbrok kijk, niet, maar... Ik ben echt benieuwd, want op zich, hè? Kijk, het ziet er gewoon uit als een zelfgemaakt koekje van iemand. Maar als je eraan ruikt, dan ga je kotsen. Ja, je hoeft er niet eens aan te ruiken. Als het zo in de buurt komt, dan ruik je. Het is goed zo, het is goed zo. Oh, wat is het nut van dit? Ik snap het niet. Je hebt er helemaal niks aan. Ik kan er dood door gaan, dat is het leuke eraan. Niet openen. Wat? 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 Hij ging gewoon open. Ik wil het openen voor de explosie, maar... Huh? Dit is nieuw. Ik heb dit nog nooit gezien. Oh my god, je hebt zo... Nu is explosie. Dat is gewoon het idee. Dat mensen dus denken dat je hem niet open moet maken, maar dat je hem wel open Nu ga je hem openmaken om gewoon te kijken of we wel iets hebben of niet. Ik hoop wel dat je nog even iets van een zwaar hebt. Ik kan geen zwaar maken. Ik hoop voor je dat je kills pakt, anders dan kom je nooit te weten wie je bent en dan mag je lekker op. Oh, kijk, hier is iemand. Laten we die grapje gewoon pakken. We gonna get them, we gonna get them, we gonna get them. Ja, nee. Zo dacht ik, er is iets over. Dat is echt, Dit betekent, Dylan... Ik heb hem ook gedood. Dit betekent... Nee, we hebben elkaar gedood. Dit betekent... We hebben elkaar gedood. Ik mag iets vragen. Oké, dan mag je 1 vraag stellen. Als je dat niet weet, moet je een hap nemen van dat koekje. Een hap? Nee, maar dit komt door de stress. Ik schrok me dood. Opeens stond die voor je. Oké, je mag 1 vraag stellen. Als je dat niet weet... Oh ja, want ik weet het natuurlijk in 1 vraag. Wat is de kleur van zijn ogen? Ja, blauw. Oh, dan weet ik meteen wie het is. Ja, ik moet eerst nog vragen wat het is. Een dier voor... Ja. Je mag 1 vraag stellen die met ja en nee te beantwoorden is. Oké, is het... Ik ga gewoon meteen gokken. Is het Justin Bieber? Nee. Oké, ik had het gevoel dat die erop stond. Ja, oké, nu? Wat nu dan? Ja, nu ga ik een stukje afbreken, denk ik. Want we moeten wel wat overhouden voor de rest. Kijk, hier. En ik ga een prullenbak pakken. Godverdamme. Oké, als je kotst dan in de prullenbak, niet op mij. Nee, ik ga nu expres over jou doen. Je moet minimaal 3 keer kauwen. Bumper, wil je me helpen? Nee. Mag een stukje. Oké, minimaal 3 keer kauwen. Waarom is er geen drinken? Is niks in de buurt hier? Hier, ik heb hier alleen glas. Appelsap. Okay. 1 slok appelsap. 3, 2, en... Ah, ik... Kauw! Ik kom niet meer bij. Ik kom niet meer bij. Ik doe het wel lachen uit. Ik moet een kok als weg. Ik doe het helemaal lachen. Ik heb echt buikpijn van het lachen, joh. Dat iemand een hondenkoekje zien eten zo leuk was. Ja, helpt me helemaal. Maar het blijft aan mijn slijm plakken, dus ik spuug het uit, maar ik trek het weer terug. Ik heb buikpijn van het lachen.
Oké, laten we gewoon doorgaan. Ik moet weten wie ik heb, joh. De volgende potje. Ik heb helemaal spierpijn nu. Oké, neem een slokje. Oh ja, ik heb nog niet... Ik heb zoveel pijn. Oké, even rustig worden. Nee, rustig. Ik hoop echt dat je het gewoon niet raadt. Want ik moet er niet aan denken. Ik heb gewoon nog stukjes in mijn mond zitten. Moet ik een glaasje water halen? Ja, heel... Nee, want ik wil wel zien of je keel spuit. Dylan is helemaal sprakeloos gewoon. Klaar voor het volgende potje. Wordt het nog steeds hetzelfde, hè? Ja. Kijk, weet je wat mijn fout was? Ik deed per ongeluk een miner kit. En dan heb je alleen een pickaxe. Nu heb ik voor diamond block gekozen. Dan kan ik meteen een zwaard maken. Heel goed voor jou, dus dat jongen. Is... daar gaat het niet voor. Oh, ja, alsjeblieft. Als jij me dat dood maakt, word ik helemaal gek, hè? Jij mag dus niet aan mij zitten zonder me. Wegwees jij. Jongen. Niet okay. Te geloven. Oké, wat denk je dat het is? Normaal of... Ik denk een explosie. Ik denk goede loot. Hoppa, goede loot. Oh my god, nice. Ik wist echt niet dat het zo vaak voorkwam gewoon. Ja, waarschijnlijk, je dacht gewoon dat er altijd TNT in zit en dan maken ze het eigenlijk ook niet meer open. Nee, dat is waar. Behalve jij. Ja, ik doe het altijd. Oh, je hebt een enderpearl, of niet? Oeh, nice. Kan ik meteen even een kill maken? Even vragen stellen aan je. Even dingen vragen. Wat was ook weer de vorige vraag? Oh ja, is Justin Bieber. Ja, dat is dus een beetje dom, want daar heb ik nu uiteindelijk niks aan. Nee. Ja, alleen dat ik weet dat het niet Justin Bieber is van andere 7 miljoen. Ja, maar een biljoen mensen, maar dan heb je ook nog woorden en dieren. Dus zegt eigenlijk helemaal niks. Dit zegt echt helemaal niks. Je schiet er echt niks mee op. Je praat helemaal raar. Ja, maar dan kon ik mijn mond niet helemaal dicht doen, want dan proef je het. Ik moet er even niet aan denken, want dan weet ik weer van... Oh, er zit hondenbrok in mijn mond. Hondenbrok in mijn mond. Dit vindt Bumper gewoon lekker. Dat is toch gek? Dat kan je toch niet voorstellen? Hey Bumper, is iets niet goed met jou? Maar ja, als je ook ruikt wat er uit Bumper's anus komt. Ja. Die laat soms scheten, jongens. Dat je echt bijna flauw valt. Die heks daar. Ja, zo beter dan die draak. Die draak is echt irritant. Daar is een duim blok. Maar ik durf er niet heen. Iemand gaat me doden. Ik voel het. Je wil gewoon niet nog een keer eten. Kom op. Oh, kijk, ja. Okay, niet campen. Je kan het. Nee, heeft hij een armen of niet? Ik moet even zijn armen spectaten en dan pak ik hem. Ja, we pakken hem. Easy. Dylan, je wil een vraag. Ja, die gast doet niks, man. Doei. Oké. Kom maar op. Laten we beginnen. Ik vroeg net of het Justin Bieber is. Is het een persoon? Nee. Oh, dat is het helemaal voor niks. Het was helemaal voor niks. Oh, dit wordt echt moeilijk, hoor. Je moet echt veel kills maken. Ja, dat is dus echt een drama. Dus mensen maken elkaar niet dood. Door stress viel ik er bijna vanaf. Waar kunnen we heen? Ik moet snel nog meer mensen. Hier, pak je die diamondblok. Ik moet even overpowered worden, zodat ik even wat meer kills kan maken. Oh, wacht. Ik heb nog niet eens een pickaxe. Nu wel. Oh, nee, maar daar is geen diamond. Shit. Pak die andere lucky blocks dan. Ja. Je loopt echt twee voorbij, hè? Echt? Ja. Maar ik wil gewoon de blokken. Dat is, nee, ga terug. Sukkel. Jeetje. Oh ja, want hier hebben we wat aan. Nee, maar er ligt er nog één. Nog twee zelfs. Oké, okay, dit ga je is TNT. TNT. Oh, er zitten twee zelfs. Ja, jammer dat de duim niet is opgepakt. Kom maar pakken. Armor kan ik altijd wel een beetje gebruiken, maar iemand kan volgens mij. We gaan hem pakken. We gonna catch the ammo! Pokémon! Wij spelen dus fulltime Pokémon. Ja. Echt, het is zo leuk, jongens. Het is echt een aanrader om te spelen. Let wel op, als je aan begint, dan ben je alleen maar buiten. Ja, je bent echt ineens heel veel buiten aan het spelen. Ja. Dat is echt niet normaal. En het is wel goed voor je, want je gaat lopen buiten. Maar wat wel belangrijk is, het is dus het idee dat je Pokémon... Ah, deze gaat ons sowieso doden. Hij heeft heel goed armen. Hij vlucht voor jou. Oké, okay, we moeten pakken. Hey, vriend. Pokémon, gonna catch them all. Dat doet helemaal niks, man. Hij spreekt de... Oh, dat was zo slim van hem. Maar dat boeit niks. Hij neemt een golden apple. Ga je dit wel redden? En als je hem doodmaakt, heb je vet. Goeie armor. Oh, hey Dave, dat is niet eerlijk. Ik ben vergeten. Ah, zo sukkel! Hij wilde mij naar beneden hakken, maar het mislukte. Deed hij het zelf. Je mag nu een vraag stellen. Kan me alsjeblieft zeggen wat het is, anders ben ik daar veel te lang mee bezig. Nee, je kan nog kiezen uit een voorwerp of een dier. Oké, ik heb voorwerp of een dier. Oké, heeft die... Nee, maar je kan toch nu vragen? Als je er één vraagt, weet je toch het antwoord? Ik help je nu gewoon, hè? Ja, maar ik moet er toch nog weten welk voorwerp of dier. Je moet toch eerst weten wat het is? Oké, okay. Nee, ik ga gewoon een vraag... Oké, okay, wacht. Heeft die haren? Ja. Oké, okay, dan weet ik al dat het een dier is. En dan weet ik ook dat het dat geen naaktkat is. Ja, dat geen vogeltje is. Dus dat is, wel, dat is een beetje... Oh, nee. Oh. Ik moet nog eten. Stop. Je bent zo noob. Wacht. Ik ga het wagen. Ik weet niet waar ik heen ga. Red ik het? Ik red het. Maar ik heb geen eten. Ik heb gewoon geen eten, Dave. Zoek hier eten. Nee, ik wil geen hondenbrokken. Ik wil normaal eten. Ik wil normaal eten. Ga weg, meneer. Ja! Hoezo had ik nou weer geen eten? Oh, je bent zo'n sukkel. Okay. Nee, ik kreeg gewoon geen eten. Nu krijg ik dit als eten.
Oké, ik ga een stukje afbreken. Kleine stukje dan net. Oh ja, want net had ik het ook helemaal opgegeten. Ja, mag ik de prullenbak alvast? 3 keer kou, hè? Ja, 3 keer kou. Net kauwde ik me dood. Het ging niet uit mijn mond. Ik moest gewoon door blijven kauwen. Het kon er niet uit. Oké. Alleen niet eerst in de prullenbak gooien. Oké, 3, 2, 1. Nee! Oké, komt ie. Oh, het is zo hard. Oké. Te zien, toch? Ah! Oh, ik ga helemaal kokken als ik naar jou kijk. Dat vind ik echt vies. Die geur. Ja, leg maar uit. Ik word gewoon helemaal misselijk van die geur, joh. Dylan is aan het barven. Bumpe, wat kom je nou hier? Ruik je koekje? Ja, je mag hem eten. Het zit zo in je kaken, weet ja, je wel. Ja, ik mag. Dus ik krijg het er gewoon niet uit. Laten we snel doorgaan. Ik moet even... Oké, laten we het zo stellen. Je hebt nog 1 potje de kans. Huh? En als je dat niet redt, moet je dit helemaal... Je bent gek. Je bent zo gek. Gek op lachen. 7 voor de team. Ja. Je zit erbij als een gekkie. Even serieus. Dan kan je veel minder kills maken als team. Ja, nee, komt goed. Komt goed. Ja. Oké, zullen we afspreken als je 10 maat een kill maakt, mag je ook. Ja, 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 10 maat, kom op. Zo weinig vertrouwen heb ik in jouw Minecraft skills. Ja, ja, dat zegt toch nog. Ja, dat zegt Danootje. Danootje power. Danootje. Oh, nee. Ja, nee, nee, je gaat vechten, ga blokken pakken. Ga je nu je teammaat ompraten? Je moet me helpen met kills, zo. Oké, nou, ik hoop dat het werkt. Je bent... Oh! Je zat naar Bumper te kijken. Ja. Bumper is hier de hele tijd beneden, omdat hij gewoon koekjes ruikt. Ja, kijk even, dus ik kijk terug naar het scherm en ik zie lava. Sukkel. Oh, kijk hoe hard ik gil, dat is echt niet goed, hoor. Hé, hey, de nood. Nee, ik zei helpen met kills, niet mijn spullen afpakken. Ik heb ook nodig. Je hebt de nootje, geef het terug. Je hebt in ieder geval een diamond blok. Ik heb net... Oh ja, oké. Oké. Laten we even gebruik van maken. Nee, want je hebt nog geen ding. Ik pak even hout. Pak maar hout, pak maar hout. Ik hoop eigenlijk een beetje voor je dat je wel iets verder komt. Ja, nee, ik hoop dat ook. Ja. Je hebt hier zelfs een stukje. Ja, maar weet je, ik kan niet meer serieus spelen als ik irriteer me meer aan de smaak in mijn mond. De geur om me heen. En dat ben ik niet. Nee, dat kan nee, ik niet zeker. Waarom kon ik eerst wel een diamond chestplate maken? Nu omdat je toen al eentje had gevormd? Een broekie? Oh, nee, dat kan. Oké. Oh, moet ik hem niet weggooien? Oké, let op. Nu gaan we even wat kills maken. Ik ruik gewoon die lucht, man. Het is echt fucking ranzig. Oh, nee, nee. Meneer met de pijl. Meneer met de pijl. Ga weg, meneer met de pijl. Go away. Da-da-da-da. Ik maak overal een liedje van. Dat is echt slecht. Het ding is zo nutteloos, echt. Het werkt nooit. Hij had een boog, dus hij kan me niet doden als hij wil. Ik krijg allemaal complimentjes, omdat iedereen denkt dat je Enzo bent. Dat voelt pijn. Een schild, dat is fucking nice. Zo goede motivatie. Nee, zei niet doen. Ik zei niet doen, meneer. Meneer Mindrex. Don't stop me now. Mindrex, yep. Doei, day. Dit is de slechtste opname ooit. Ik kan dit niet zien. Maar, het is wel het moment dat Dylan nog een heel half koekje is. Mag ik alsnog gewoon proberen voor de sier of ik het kan raden? Voor de sier. Je mag 1 keer raden nu nog. Nee, ik wil 2 vragen stellen. Voor 2 vragen. Oké, maar je gaat dit sowieso eten. Ja, een dier met haar. Oké, is hij groter dan Bumper? Ja. Oké. Stilte. Ja, wat is dan een logische vraag? Als je vraagt of hij 4 poten heeft, nou, dat is waarschijnlijk wel ja. Dus, Je wilt gewoon heel graag raden, hè? Ja. Ik zei, als je nu raadt, dan heb je alsnog gewonnen. Oké, is het een giraf? Nee. Het koekje is voor jou. Alsjeblieft. Het was namelijk een paard. Een knol. Duh. Oh my god, hoe kan je daar... Ik dacht, dat was echt een goeie. Ja. Knol power, kom op. Ja, dat zei ik ook, hè, met giraf. Ik bedoel het alleen, ik bedoel natuurlijk paard. Een giraf waar je op kan rijden. Het kan een beetje verkeerd uit. Daar gaan we weer. Oh, yes, al die stukjes in de prullenbak. De allerlaatste, Dylan. Hij is voor jou. Bij jullie ziet er waarschijnlijk lekker uit. Gewoon een lekker koekje of zo, weet je. Als je die geur ruikt, dan denk je al... Never have I ever tasted some shit like that. Gewoon als je je mond hebt. Dat heb ik niet geproefd. Oké. Gelukkig. Ik ben echt blij dat ik niet heb geraden. Oh, trouwens, wat heel toevallig was. Dit is het briefje met paard. Paard. Dan hebben we nog een briefje met cola. Ook leuk. En wat er op dit briefje staat... Justin Bieber. Nooit! Ja! Oh my god! Dit is toch ziek? Oh, als jij een ander briefje had gepakt en je had het geraden, dan had je het in 1 keer goed. Hoe kan dat? Dat is toch echt... Maar toen jij dat zei, dacht ik... Fuck, ik hoop niet dat je het raadt, want dan moet ik misschien een ander briefje pakken en dan... Dat is echt ziek, hè? Ja.
Ik hoop dat ik een keertje hier beter in word. Ik hoop het ook voor je. En ik hoop dat je nu gaat genieten van je koekje. Ja, nou, ik ga genieten. Volgende keer wat min onder druk zijn bij Minecraft. 3, 2, 1. Je moet ook echt heel... Oh, Dylan. Dat is het is zo vies. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze minigame. Doe een blauw duimpje omhoog voor Dylan's gekotst. En hopelijk ziet Enzo jullie morgen weer om 7 uur bij een gloednieuwe aflevering. En zoals Enzo normaal altijd zegt, maar nu ik en Dylan gaat nog even door met kotsen. Maar komt-ie, dikke, vette peace.